is, als het goed is, Noah aan het trainen met haar clubgenoten van Judo Goes. En die 10-jarige Noah, dat is een bijzondere. Want zij zet zich al heel veel jaren in voor haar club. En ik ben heel benieuwd waarom ze dat doet en hoe ze dat doet. Dag Noah. Hallo. Wat goed dat ik je ontmoet. Ja. Hey, wat lekker zo in de buitenlucht trainen. Ja. Hoe lang zit je al op de club? 7 jaar. En waarom ben je ooit gaan judoën? Omdat ik andere sporten niet zo leuk vond. Nee? En waarom vond je judo dan wel leuk? Ja, dan kan je gewoon je gevoelens kwijt. Bijvoorbeeld als je heel boos bent, dan kan je gewoon iemand... Kan je lekker afreageren op iemand anders? En ja. Ben je goed? Ja, best wel. Ja? Ja, ik heb al meer dan 40 prijzen. Meen je niet? Maar je doet ook heel veel voor de club, hè? Ik verkoop loten van de grote clubactie. Hoeveel heb je er verkocht de afgelopen jaar? 160. Vind je dat leuk om te doen? Ja. Waarom vind je het leuk? Dan bel je aan bij iemand. En dan zet ze een blij gezichtje op en dan denk je van, dat is wel heel lief, vind dat verkoop ik wel. Maar je zet wel even een blij gezichtje op. Ja. Dat is dit gezichtje dan, denk ik, of ja. Niet? Ja, dat doe je, fantastisch. Wordt er dan ook gezegd wat ze met dat geld gaan doen? Ja, we gaan op kamp en we doen ook een judo goesdag. Dan komt er een bekende judoka, daar krijgen we les van. Wat leuk. En wie regelt dat hier allemaal bij de club? De Serge. Ja. Goed bezig. Dank je. Serge, jij bent vrijwilliger hier bij Judo Goes. Ja. En verantwoordelijk voor de lotenverkoop. Klopt. En dat gaat goed, hè? Ja. De leden zijn enthousiast. Zeker. En hoe belangrijk is het voor de club? Ik denk wel dat je kan zeggen dat het hele sociale karakter van de club daar toch wel grotendeels op drijft. Ja. Ja? Het geld wordt specifiek gebruikt om terug te brengen naar de kinderen. En dan zie je ook dat de kinderen echt weten waarom ze het doen. Want die grote clubactie gaat dus naar die Judo Goesdag. Die gaat naar het judokamp, wat wij elk jaar ook organiseren in Renesse. En dan gaat ook nog eens deel naar het oliebollentoernooi. Wat ook het grootste toernooi van de regio is, want het is voor alle judoscholen open. Oh. Dat goed, dus bestemmingen genoeg. Ja, zeker. Maar zonder de lotenverkoop zou dat allemaal niet kunnen? Nee, zouden we dat niet redden. Nee, we worden ook niet gesubsidieerd. Waarom niet? Wij zitten met op zoveel verschillende locaties dat geen één stad zegt of geen één gemeente zegt, oh, maar jullie zijn van ons. En dat pakken de leden geweldig op. Ja. Hoeveel hebben jullie de afgelopen seizoen verkocht? Bijna 3300 loten verkocht afgelopen seizoen, waarvan 15 superloten. Dus, vertel de kinderen vooral wat je ermee gaat doen. Ja. En beloon ze. Ja, dat werkt. Hartstikke goed. Ik ga nog even kijken naar de training, want ik vind het wel mooi om te zien. Wil je niet even meedoen? Nou, dat lijkt me niet verstandig. En ik ben niet echt opgekleed. Ja, dat hebben wij wel geregeld. Echt? Ja. Ha, hoe zie ik eruit? Indrukwekkend. Dat dacht ik. Oké, hoe beginnen we? Ray. Huh? Ray. Ray? We beginnen met de makkelijkste truc. Ja, oké. Je hebt elkaar vast. Dus je doet je linkervoet naast de linkervoet van de ander bij jou. Ja. Ik pak Keesje bij de kraag zo. En dan ga je neer en dan hou je vast. Ah! Ja! Ik vond hem mooi. En ik wil ook zo'n, dat ik hem zo over de, zo'n heup worp zo. Kan je dat ook leren? Ja. Oh ja. En dan mag wel vasthouden, hè? Want anders heeft hij pijn. Vasthouden. Geef je over. En dan... Ja! Ho! Sesani, rij! Waar staat hem?